Een hele goede avond allemaal en welkom op het hoofdkantoor van Quad. We zitten hier met jullie samen in de Boiler Room, waar we het vanavond gaan hebben over de hybride warmtepomp. Mijn naam is Borskaat en ik ben de host van vanavond. Te midden van een snel veranderend klimaat en een oorlog op het Europese continent zoeken we naar manieren om de druk op zowel de aarde als onze eigen portemonnee te verlichten. Op dit snijvlak opereert techbedrijf Quad, wat met de ontwikkeling van een nieuw type hybride warmtepomp een antwoord wil geven op één van de grootste vragen van onze tijd. Hoe kunnen we voorzien in de alsmaar toenemende energiebehoeften, terwijl we klimaatverandering remmen en energie betaalbaar houden? Dat de energieprijzen een pijnpunt zijn voor veel huishoudens bleek in de afgelopen 2 jaar, waarin Quad uitgroeide tot de grootste installateur van hybride warmtepompen, met meer dan 120 werknemers en al meer dan 2500 installaties bij klanten die direct tussen de 500 en 1500 euro per jaar besparen op hun energierekening. Om het onderwerp zo goed mogelijk te kunnen doorgronden en zoveel mogelijk van jullie vragen te kunnen beantwoorden, word ik vanuit Quad versterkt door Zita Schimmelpenning, manager installaties, en Luc Otto, head of product. Heel fijn dat jullie er zijn. En om ook het perspectief van de klant mee te nemen, is Iris Meijlink ook aangeschoven. Ook goed dat jij er bent, dankjewel. We gaan er wat moois van maken. Fijn dat jullie er allemaal zijn en fijn dat jullie allemaal kijken. Dit webinar, even wat praktische informatie, zal ongeveer 45 minuten duren, waarbij we in het eerste deel tot 8 uur in gesprek gaan over de warmtepomp, de werking, de voor- en nadelen en een stukje toekomstvisie geven. In het tweede deel hebben we nog 15 tot 20 minuten tijd voor vragen vanuit jullie. Deze vragen kunnen jullie gedurende het webinar in de comment-sectie van YouTube Live stellen en zullen door onze moderators naar ons worden doorgestuurd. Vragen die niet beantwoord zijn, zullen in een FAQ-mailing achteraf nog worden toegestuurd. Dus geen zorgen. Stel gewoon wat je wil weten. We zitten hier met experts, dus alles komt aan bod. Zo niet, dan horen jullie het achteraf. Luc, even om bij jou te beginnen. Jij was onderdeel van het team dat de eerste hybride warmtepomp ontwikkelde. Nou ben ik een leek, dus ik wil even terug naar de basis. Wat is een warmtepomp en hoe werkt het precies? Ja, hi Bob. Een warmtepomp is een oplossing om je huis te verwarmen. Ja. En het haalt warmte uit de buitenlucht. En het werkt eigenlijk een beetje als een koelkast doet. De koelkast haalt zeg maar warmte uit je producten. En die geeft die aan de achterkant af. Dat voel je ook. De achterkant van de koelkast wordt warm. En in hetzelfde principe werkt eigenlijk een warmtepomp. Ja. Ik zal de natuurkunde zakje besparen. Graag. We hebben wel natuurlijk een bus, denk ik, onder ons. Maar hij staat naast je in principe, ja. De unit. Aan de achterkant komt dus... Wacht even. Ja. Aan de achterkant komt er buitenlucht erin. Ja, er zit een ventilator in. Die haalt lucht door de buitenlucht. Die blaast hier doorheen. Die blaast aan de voorkant weer uit. En uit die lucht haalt hij warmte. Ja. En dat kan ook als het buiten heel koud is. Kan hij ook die warmte eruit halen. Want hij kan ook dingen uit je koude koelkast halen. Ik vind het fascinerend, maar de natuur ga ik toch niet begrijpen. Nee. En die warmte die geeft hij af aan het water van je CB-systeem. Okay. Dus er zitten twee aansluitingen op. Er lopen waterleidingen naar binnen. Ja. En die worden aangesloten op je bestaande radiatoren en dan vloerverwarming. Wordt bij je ketel gedaan. Ja. En daar geeft hij de warmte af. Want er zijn allerlei aanpassingen die jullie kunnen doen op bestaande systemen. Daar komen we volgens mij later ook nog wel eventjes over te spreken. Ik wil heel eventjes nu, het is best urgent. Waarom wil je nu een hybride warmtepomp? Waarom je nu een hybride warmtepomp wil, is omdat je, ook al heb jij een bestaande woning die misschien nog niet perfect is geïsoleerd, je met een hybride warmtepomp meteen direct op je energierekening kan besparen. Want de hybride warmtepomp die draait... doet een gedeelte van het verwarmen. Ja. Mocht hij het niet redden of niet efficiënt kunnen draaien, omdat jouw woning nog niet perfect geïsoleerd is, dan neemt hij gewoon jouw bestaande cv-ketel wat over en verwarmt hij de rest als het buiten bijvoorbeeld heel koud is. Ja, dat springt dan bij jouw systeem. En daar hoef je wat minimale aanpassingen voor te doen om dat met elkaar te laten samenwerken? Of... Nou, ja. daar is een regelaar voor. Oh, ja. Noemen wij onze commander-in-chief. Ja. Onze regelaar is een klein kastje, die hangen we naast de cv-ketel. En die kijkt eigenlijk continu, wat is op dit moment... de beste manier om je huis te verwarmen met de warmtepomp of met het cv. En dat is jullie software, dat kastje. Ja, daar draait onze software dat is op. Waar de efficiëntie in zit. Ja. Oké. Okay. Dank. Zita, ik wil eigenlijk dezelfde vraag aan jou stellen, maar even om jou ook een goed beeld van jou te krijgen. Jij bent manager installaties bij Quad. Je hebt veel operationeel management gedaan bij onder andere partijen als Felix. Ik wil dezelfde vraag aan jou stellen. Waarom wil je nu een hybride warmtepomp? Nou, los van het feit dat het natuurlijk een stuk duurzamer is en je heel veel geld bespaart, wat heel fijn is, is het denk ik operationeel gezien, is de timing nu vrij ideaal. Dus stel je bent aan het overwegen, dan moet je je beseffen dat vanaf 2026 de hybride warmtepompen verplicht worden voor heel erg veel huishoudens. Nou, je kunt je voorstellen dat er dan in één klap een veel grotere druk komt, vlak voordat het 2020 is, op deze markt.
Nou, daar bereiden we ons natuurlijk zo goed mogelijk op voor. Maar kan je absoluut aanraden om dat voor te zijn. Het is verplicht. Dus de overheid ziet ook dat dit de enige, eigenlijk ja. dit de enige oplossing is om naar klimaatneutraal of energie-neutraal te komen. Het is één hele belangrijke oplossing, denk ik, die een groot verschil maakt. Om de redenen eigenlijk die Luc vertelt. Het maakt veel verschil voor huizen die op allerlei manieren geïsoleerd zijn. En ja, het is dus verplicht. Ja. Ik ben verder geen groot technisch expert op het gebied van warmtepompen. Maar operationeel komt het nu absoluut beter uit. Daarnaast is er ook nog het feit dat het nu zomer is. Straks in oktober wordt het koud en gaat iedereen de verwarming aandoen. En dan denk je, oh nee, mijn energierekening gaat omhoog. Ik wil eigenlijk wel zo'n hybride warmtepomp. Oh, ja. Dus we verwachten dan ook een grote piek in bestellingen. Het kan zijn dat de levertijd dan weer wat langer is. Mensen denken echt een maand maximaal vooruit of zo. Dat maak ik hier eigenlijk op. Ja, dus dat is heel interessant om te zien deze zomer. We zijn natuurlijk een start-up, dus het is onze eerste volledige zomer. Maar ja, we ondervinden absoluut dat het nuttig is als je die drukte voor bent. Nou, naast jou zit Iris. Iris, jij bent sinds kort klant van Quad. Heb jij ook pas een maand van tevoren gedacht, oh shit, mijn energieprijzen gaan omhoog, ik woon in een nieuw huis. Ik moet zo'n ding hebben? Of... Nee, we hebben inderdaad ons huis verbouwd 2 jaar geleden. En we hadden al best wel wat aan verduurzaming gedaan. Dus inderdaad isolatie, vloerverwarming, zonnepanelen. Maar hetgeen wat nog ontbrak was wel de warmtepomp. En die ruimte die was er. Hetgeen wat nog ontbrak. Je had een soort checklist van duurzaamheid. Of nou, wel een beetje. Ja, want ik vind het gewoon wel belangrijk dat we ons steentje bijdragen. Ja. En de een die doet dat door elektrisch te rijden. En de ander die doet dat door zoveel mogelijk verduurzaming te doen binnen je huis. De subsidies zijn ernaar. Dus dat als er een moment is om het te doen, dan is dat nu wel. Ja. En zodoende dat wij wel op het idee kwamen om ook voor een warmtepomp te gaan. Ja. Ja. Ben je dan onderdeel van een community? Voelt dat zo? Want dat heb ik soms het idee met zo'n, als ik hem zo zie staan, het is een beetje een high-tech product, mooi gedesigned. Is dat een ding als dat in je tuin staat? Voel je dat nou, al? Nou ja, eerlijkheid gebied zeggen dat ik het wel een spiffy apparaat vind. Oh, ja. Ja. En hij is wel mooier dan alle andere warmtepompen die ik heb gezien. Dus ja, het speelt wel mee, want ik vind... Nou ja, als je dan voor een apparaat moet gaan dan, en het smolt wat beter dan iets wits of iets anders, dan ja, dat draagt wel bij. Hij is geïnstalleerd. Liep je ergens tegenaan? Had je zoiets van, hier baalde ik echt van thuis? Dat je dacht... Nee, en ik moet zeggen dat het ook gewoon wel heel soepel verliep. Ook met de installateurs. Er was ruimte voor overleg. Hij is bij ons geplaatst op het dak van de bijkeuken. Oh ja. Dus die jongens die waren er. En van het trappetje, of van het dak van de bijkeuken naar de badkamer. Er zit om en nabij, laat het 40 centimeter tussen. Mm-hmm. En er was ruimte voor overleg van hoe wil je die buis laten lopen? Misschien is het een idee om dit en dit te maken. Dat je zelf een trappetje kan maken. Waar mijn vriend weer op aansloeg van, oh, maar misschien kan ik dan wel dat maken. Ja, ja. En het waren wel jongens die meedachten. Over wat erna. Ja, ja maar niks... Ik probeer niet te vissen hoor, maar... Nee, ja, voor, en ook voor onze kijkers die denken ook... Ja, van, joh, snap wat ik, kan maar... ik verwachten als zo'n ding bij me thuis komt? En... Ja, nou ja, in zoverre de communicatie vooraf is dat de Quad wordt niet meegenomen door de installateurs, maar wordt vooraf bezorgd door een vervoersdienst. Ja. En de week voor installatie krijg je daar bericht over. Ben je dan thuis? Ja. Nou, wij waren in dit geval niet thuis, want wij waren op vakantie. Dus die installatie is een dag verplaatst, maar dat ging soepel. Ja, oké, helder. Even weg nog heel eventjes van de installaties. En ik denk terug naar jou, Luc. Want ik zei net al besparen, jij zei al net besparen. Dan wil ik wel ook wel eventjes weten hoeveel besparen. En wanneer kan je hoeveel besparen? En waar is dat van afhankelijk? Ja. Ja, nou ja. Ik heb een paar slides voorbereid om even te laten zien. Het zal eens niet, hè? Niks zonder PowerPoint. Ja, om het even te laten zien. Ik denk dat het sowieso goed is om... je kunt op onze website kunt iedereen een eigen savings check invullen. Quad.io. Quad.io. Maar ik heb even 3 voorbeelden eruit gehaald. Anders gaat iedereen gelijk die besparings... check invullen, dan zijn we ze allemaal kwijt. En dit is jouw huis waar ik nu naar kijk? Nee, het is niet mijn huis, maar wel lijkt wel een beetje op mijn huis, moet ik zeggen. Jaren 70, ja. Tussenwoning, alleen radiatoren, geen extra isolatie aangebracht sinds de bouw, maar wel dubbelglas. Ja, dat scheelt veel, dubbelglas. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, dat kan zeker helpen. Ik ben echt een leek, dus je moet me helpen. En daar zien we dat we 75% van het gasverbruik kunnen besparen. Ja. Daar hebben we wat elektriciteit voor nodig.
Want een warmtepomp gebruikt wel wat elektriciteit. En dat, daar gaan we denken we ongeveer 2650 kilowattuur nodig te hebben. Ja. En om je idee te geven, dat zou je met 8 zonnepanelen zou je dat kunnen opwekken. In een jaar? In een jaar. In een jaar, ja. Oké, helder. Ja. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt het ook gewoon van het net halen. Dat doet onze klant ook. Mm-hmm. Maar om je idee te geven, mocht je daar dus dat willen compenseren, dan kan dat eventueel door de zonnepanelen neer te leggen. Nou, als je dus echt helemaal ver klimaatneutraal wil zijn, dan met je eigen zonnepanelen werken, is dan het fijnste gevoel, lijkt me. Nou, je gaat het extra stroom verbruiken, ja. En als je dat dan meteen kunt compenseren, ja. dan is dat goed. En dan zo'n huis kan dus ongeveer €530 per jaar op de energierekening besparen. Cool, ja. Ga je dan naar een 200 in kap woning. Iets nieuwer, iets groter, jaren 90. Ook vloerverwarming in de woonkamer. Dus Iris, bij jou was daar tussen die twee huizen was die geplaatst. Zoiets moet ik voor me zien. Zoiets. De bijkeuken, op de bijkeuken. Ja. Oké, even dat ik het beeld heb even goed. Ja. Oké, ja. En dan zien we, dit huis verbruikte oorspronkelijk ongeveer net zoveel gas als dat jaren 70 woning. Ja. Alleen is wat groter. En daar zie je dat we ook zo rond die 70-75% op het gas kunnen besparen. Alleen daar dan minder stroom voor nodig hebben. En dat komt eigenlijk omdat die warmtepomp efficiënter kan draaien als die bijvoorbeeld met vloerverwarming werkt. Oh. En dan zie je dat we maar 2100 kilowattuur aan stroom extra gaan gebruiken. Nou, heb je dus maar 6 zonnepanelen nodig. En netto is je besparing dan dus ook hoger. Ja. Die is dus €610 in dit geval. Oké. Ja. Heb je echt wat oudere woning, jaren 30. Vrijstaand, ja. Veel warmteverlies, veel gasverbruik dus ook. Ik heb gewoon niet een extreem voorbeeld genomen. Dus gewoon een klein beetje geïsoleerd, gedeeltelijk vloerverwarming. Dus niet in de bijkeuken, maar wel in de woonkamer bijvoorbeeld. Nee. En dan zie je dat we flink meer gas sparen, maar ook ongeveer bij 75%. Daar ook wel wat meer stroom voor nodig hebben, 4500 kilowattuur. Mm-hmm. En in dit geval zijn we uitgegaan niet van één unit, quad hybrid, maar wat hybrid duo, twee units. Ja. Echt twee keer deze oppervlakte. Ja. Ja, precies. Dat is wel aanwezig. Ja. 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 Cool. Ja. En daar bespaar je dus €800 per jaar. Ik zie ook veel verbruik in elektriciteit. Ik hoor jou doorrekenen, dat zal vast gecompenseerd worden, maar kan je dat even uitleggen? Want je bespaart gas, maar je verbruikt ook meer stroom. Ja. Ja. Ja, klopt. Dus je bespaart te veel gas. Ja. Dat is een bepaalde euro's. Gaat van je rekening af. Ja, ik zoek waar zit dan het voordeel een beetje. Maar er komt ook weer stroom voor terug. Die euro's komen er weer bij. Oh, ja. En netto haal je dan nog een besparing van €800. Dus die stroom, dat is hierin doorgerekend. Ja, die hebben we daarin. Dus die 13 zonnepanelen heb ik hier ook weer bijgezet. Als voorbeeld. Maar die zijn dus niet. Daar heb ik niet mee gerekend. Nee, maar het is meer als voorbeeld dat je dat daarmee zou kunnen compenseren. Ja, oké. Okay. Ja. We gaan niet alleen maar geld besparen, maar ook CO2. 2300, ja, dat is net ook al, ja. 2300 kilo. En ja, mij zegt dat niet zo heel gek veel. Ik heb het even omgerekend. Dat is 12.500 kilometer rijden met een benzineauto. Per jaar. Wat rijdt er gemiddeld iemand met een auto per jaar? Ik heb daar nooit een idee van. 30.000, 40.000 kilometer? Geen idee. Ja, 20 denk ik. 20, 30 eerder, ja, denk ik. Zoiets, dat is best wel een buts van. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, goed om een beeld hiervan te hebben. Kijk, en willen de kijkers nou weten wat zij met hun huis kunnen besparen? Ja. Kunnen we dus die besparingscheck laten zien? Kunnen we doen. Het begint dus met de postcode. Ja. Dan kunnen we de data ophalen van dat huis. Waar haal je die data uit dan? Waar krijg je die data uit? De kadasterdata bijvoorbeeld. Ja. 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 En dan vragen we nog wat dingen van de. Je ziet dus een A of een C of een D label of zo. Of we vragen geen labels, want we hebben gezien dat dat niet zoveel zegt eigenlijk over een woning. We kunnen beter vragen. Heb je er geïsoleerd? Wat voor verwarmingssysteem zit er? Wat is gasverbruik? Dan hebben we een heel goed beeld. En dan kunnen we dus ook een goed advies geven. Of je dus met één of met twee units. Helder. Oké. Okay. Duidelijk. Als jullie hier vragen over hebben, stel ze gewoon in de chat. Dan komen we er zometeen gewoon komen we eraan. Ziet daar nog even terug naar jou en ook naar Iris. Want we hebben het over installatie gehad. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd. Hoe werkt het proces van bestelling tot installatie? Ja, goeie vraag. Het is natuurlijk niet een super simpel proces. Het is best een aanpassing in je huis. Het heeft best een impact. Dat kun je niet zomaar even komen droppen. Maar gelukkig hebben we, bijvoorbeeld, ik heb geen technische kennis, maar we hebben een enorm team van technische adviseurs die alles weten wat we moeten weten. En daar gaat eigenlijk de potentiële klant mee in gesprek. En dat zijn videocalls, dus
We kunnen digitaal afspreken, maar tegenwoordig kunnen we ook aan huis langskomen als iemand dat prettiger vindt. En dan komt er een installateur persoonlijk kijken naar wat de mogelijkheden zijn in het huishouden. Zie je dat veel mensen het relaxed vinden om dat digitaal te doen? Ja, zeker. Maar ik zie ook dat er nu steeds meer vraag is naar fysieke schouwen, zoals we dat noemen. Omdat het best wel, het is een aankoop. Het is best een aankoop, ja. En vorig jaar was de nood heel hoog, dus iedereen wilde gewoon doorpakken. Helemaal begrijpelijk. En nu kan ik me ook goed voorstellen dat de klant de tijd neemt om er goed over na te denken. En het misschien toch fijn vindt om fysiek iemand over de vloer te hebben. Nou, gelukkig kan dat nu allebei. Wat we doen is we brengen volledig in kaart wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. Dus eventuele aanpassingen in het huis. Denk aan leidingwerk en de plek waar de kwad het meest zou passen. Daar hou je ook rekening met natuurlijk wat de klant mooi vindt en waar in huis, toch? Ja, absoluut. Het is niet voor niks. Maar je kan hem niet overal neerzetten, neem ik aan. Nee, je wil hem het liefst zo dicht mogelijk bij de cv-ketel hebben. Ja. Maar we hebben geïsoleerde pijpleidingen die ervoor zorgen dat die warmte wel wordt vastgehouden. Maar alsnog is het gewoon fijn als hij het meest in de buurt is, bijvoorbeeld. Want anders heb je daartussen toch nog een beetje warmteverlies. Nou, niet omdat ze geïsoleerd zijn, maar er is, ik denk wel iets, dat weet Luc denk ik beter. Ja, dat moet ik eigenlijk aan jou vragen. Als die te ver weg staat van de cv-ketel, dan gaat dat dan al hard, zeg maar? Heb je dan al... Nee, valt mee. Het zijn inderdaad geïsoleerde leidingen. Ja. Het is, de pompje moet iets harder werken om het water rond te pompen, maar dat is eigenlijk, ik denk dat het allemaal verwaarloosbaar is. Okay. Ja. Maar technisch is altijd natuurlijk beter om het dichtbij te hebben. Ja. En het is ook vaak kostefficiënter. Okay. En mooier. Helder. En mooier, ja. Ja, ik ben... Het komt er dus op neer dat dan de klant weet wat de mogelijkheden zijn. Wij komen met een offerte. Dat is nog exclusief de subsidie uiteraard. Want tegenwoordig krijg je nog bijna de helft, geloof ik, van de hele investering krijg je terug. Ja, want de overheid wil dus in 2026 dat alles met warmtepompen gegeven wordt. Helder, ja. En dat organiseren we ook. Mocht de klant akkoord gaan, dan gaan we alles in gang zetten. Dus wordt de installatie gepland. Er worden alle onderdelen geleverd of besteld en geleverd. Ja. En tegenwoordig, momenteel hebben we denk ik een levertijd van ongeveer 4 weken. Ja. Hoe is het bij jou gegaan, Iris? Want jij hoort het allemaal aan. Ja, precies. Nou ja, wat jij zei, van met name ook die subsidie. Hmm. Op het moment dat die warmtepomp is geplaatst, krijg je eigenlijk al meteen als de installateur een... of als je als consument een akkoord geeft van oké, het is goed, je neemt even een kijkje. Ja. En nog voordat hij in de auto stapt, krijg je een akkoord op je installatie. Want je hebt samen gekeken en zijn er nog vragen? Nee. Samen kom je tot de overeenstemming van ja, het is goed. En dan krijg je een geautomatiseerde mail waarbij er eigenlijk al meteen wordt gezegd wat goed, je warmtepomp is geïnstalleerd. En klik hier voor het aanvragen van je subsidie. Dus dat gaat, nou ja, binnen een half uur dat die warmtepomp is geplaatst, heb je de subsidie ook al aangevraagd. En hoe lang zat er bij jou tussen bestelling en daadwerkelijk dat die geïnstalleerd was? Ja, ik denk om en bij 8 maanden, zoiets. Een stuk langer, ja. Ja, wel echt lang, ja. Dus wij zaten echt nog in het voortraject dat je dat die überhaupt nog bij niemand was geplaatst. Dus wij zijn echt de early adopters. Pre-orders. Echt de pre-orders, ja. Maar kan je zeggen waar dat dan lag, Sita bijvoorbeeld? Dat het dan wat langer duurde dan dat het nu duurt? Ik denk toen dat we nog heel erg aan het ontwikkelen waren en aan het bestellen waren en alles op tijd binnen moesten krijgen. Dus absoluut, in het begin moesten we allemaal nog beginnen. Maar ja, het was wel al mogelijk om te bestellen, want de urgentie was groot genoeg voor zowel klant en voor ons eigenlijk ook. We wilden gewoon aan de slag, zodat we ook wisten wat we nodig hadden. Ja, en dan zie je ook wat eventueel wat voor dingen je tegenkomt in het proces. En zo zit je samen aan de pionieren. Ja, dus extreem leerzaam. En je moet natuurlijk wel klanten hebben die daar vertrouwen in hebben in zo'n start-up. En dat is natuurlijk heel fijn dat die er waren. Toch heel veel, dank je. Ook jij, Iris. Ik toch even terug vanuit jou. Ik zie het naar dat installatieproces, want er komen mensen bij de klant thuis. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook onze kijkers denken van joh, ik wil dat ook wel graag, maar wat haal ik me allemaal op de hals? Wat moet er allemaal worden omgelegd? Wat doen die installateurs? Wie zijn dat? Kan je daar wat over zeggen? Wat er moet worden omgelegd, dat had ik net al aangegeven. Soms moeten er aanpassingen worden gedaan die wij zelf niet kunnen. Dat hangt een beetje af van de locatie waar de kwad komt te staan. Ja. Dat ik het goed heb begrepen, Luc. En dat ligt dus ook aan het leidingwerk. Uiteindelijk, alle spullen worden dus in enkele dagen voor de installatie geleverd. En er komen 2 installateurs langs, soms 3. Soms hebben we iemand mee van kantoor die net nieuw is en die meedraait in de onboarding. Maar over het algemeen 2 à 3 installateurs, 1 hoofdmonteur en dan 1 of 2 hulpmonteurs. Ja. Excuses.
En in principe doen zij er iets meer dan een halve dag over om alles te installeren. Oké. Okay. Ja, Bob, om een idee te geven. Ja. De meeste van de installatiewerk is eigenlijk de warmtepomp. En dan die leidingen van die warmtepomp die dus naar binnen moeten bij de cv-ketel. Ja. Dat is een gedeelte. En dan wordt eigenlijk met name de installatie onder de cv-ketel gedaan. Dus waar nu al de leidingen lopen van je cv-ketel naar je verwarmingssysteem toe. Daar worden eigenlijk de leidingen ingekoppeld, zoals we dat noemen. Ja. En daar zijn dus ook de meeste aanpassingen. Je hebt niks open te breken. Nee, in je woonkamer gebeurt... Dat zie ik zo voor me, dat ja, gripwanden moeten doorgekrapt worden. Dus moet inderdaad wel een, ja, het moet natuurlijk wel vaak een gat geboord worden. Ja. Oh, ja. En afhankelijk waar de cv-ketel hangt en waar de warmtepomp komt te staan, is dat heel makkelijk. Ja. En soms is dat iets ingewikkelder, omdat je misschien over een dak moet op. Ja. Maar de meeste installatiewerk gebeurt onder de cv-ketel, waar nu ook al die leidingen lopen. En dat zijn installateurs van Quad die dat doen? Dat zijn mensen die bij jullie in dienst zijn? Ja, we hebben onze eigen teams, maar we werken ook met een externe partij. Oh, ja. Dat ondersteunt in de installaties. Maar die weten precies evenveel en die hebben precies dezelfde onderdelen. Ja, want jullie hebben een nieuw product ontwikkeld. Wat goedkoper is dan de concurrentie in vele gevallen, had ik begrepen. Kan je uitleggen waarom dat zo is? Ja, inmiddels wel. Het was voor mij ook nog heel nieuw. maar nee, we hebben zelfs de laagste prijs van alle hybride warmtepompen momenteel. Waardoor dat komt, is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Ik denk het grote verschil van Quad vergeleken met andere warmtepompleveranciers of aanbieders, is dat wij een soort van A tot Z proces aanbieden aan onze klanten. Dus vaak is het zo dat je iemand langs laat komen, die komt een schouw doen. Dat is een installatiebedrijf. Ze hebben samenwerkingen met een aantal warmtepompmakers. Mm-hmm. Dat moet weer geleverd worden. Nou, overal zitten eigenlijk tussenpartijen tussen. En dat kost gewoon echt heel erg veel. Iedere partij pakt weer een commissie op het iedereen op heeft het proces. Commissie op precies elke stap. Ja. En bij ons is het gewoon zo dat we het allemaal zelf doen. Ja. En dat maakt het gewoon een stuk goedkoper voor ons en voor de klant. Want heb jij ook nog andere partijen overwogen? Want je hebt in zo'n selectieproces gezeten. Hoe kwam je eigenlijk überhaupt op dit merk? Heb je nog helemaal niet gevraagd? Nee, en ik zit nu ook na te denken. Ergens in je feed? Het was, dat denk ik. Ja, want ik heb het wel, of inderdaad via kennis die zei, die was ook bezig met verduurzamen en die noemde het merk en ik heb het opgeschreven. Ik denk dat het zo is gegaan. En ik dacht, toch eens kijken wat dat is. Ja. En toen inderdaad wel aangetrokken, en door het model en inderdaad door de lage kosten, want dat speelt toch mee, want we hadden al best wel een forse verbouwing achter de kiezen, dus dan speelt het wel. Maar je hebt geen Excel gemaakt met Quad, partij X, partij Z? Nee, ik heb wel online gekeken, maar jullie bieden dat zelf ook nog aan, van wat zijn de kosten en wat doet... wat is het geluidsoverlast wat het produceert? Nou ja, dus eigenlijk allemaal specs. En ik heb wel specs gekeken van A versus versus Quad of ABC versus Quad. Dus ik heb wel wat onderzoek gedaan, maar ik was wel aangetrokken door de Quad. Mooi. Je hoort het wel vaker hoor. Dat het via word of mouth toch overkomt, buren van klanten. Maar dus ook mensen die nog helemaal niet zich aan het oriënteren zijn op misschien het nemen van een hybride warmtepomp. Ja, dat die gewoon in één keer denken van, misschien is dit wel... Oh ja, een hybride warmtepomp, daar was iets mee. Ja. Helder, ik weet het. Ja. Interessant proces. Jij liet me net die huizen zien. We hebben het gehad over cv-ketels, dingen opnieuw aanleggen, met elkaar samenwerken. Wat nou als ik helemaal van het gas af wil en ik heb een unit geplaatst thuis? Ja. Kan dat dan? Dat kan zeker, later. Want dat werkt dan samen met elkaar? Later. Kijk, ik denk dat we met Quad willen we de grootste mogelijke impact maken op... de energietransitie. En dat kan door middel van het plaatsen van hybride warmtepompen. Ja. Maar we weten ook dat dat is het eerste stap, maar we weten ook dat we daarna verder willen, helemaal van het gas af. En dat is de volgende stap die we dus met dit product kunnen gaan doen. Ja. Dus de bestaande installaties, die kunnen we later upgraden, zoals we dat noemen. Softwarematig. All electric. Okay. Softwarematig, maar dat betekent ook wel wat hardware. Dus de cv-ketel gaat dan weg. Mm-hmm. De cv-ketel die deed eerst nog ook het tapwater, het douchewater. Ja. Dus daar komt dan een oplossing voor. Daar zijn jullie nu mee bezig om dat te ontwikkelen? Ja, en dat werkt dus samen met de bestaande Quad die al bij de mensen hangt. En kan je al iets weggeven? Heb je al iets? Wat ik erover kan zeggen is dat warmtepompen werken eigenlijk altijd met een tank om het warm water in op te warmen. Want er geen enkele warmtepomp is sterk genoeg om à la cv-ketel het koude water meteen heet te maken en daarom te kunnen douchen. Dus we hebben een tank nodig om het in voor te verwarmen als het ware. En dat, die hebben wij dus ook, die gaan we ook nodig hebben. Ja. Maar dan op een slimme Quad manier. En wat wij ook kunnen doen, ik liet net al een unit zien met twee buitenunits. Ook als mensen
echt best nog wat gas verbruiken voor het verwarmen van het huis. Ja. Dan kunnen we een tweede quad ernaast plaatsen. Dat kan ook in de bestaande installatie, dat is al voorbereid. Zetten we dan een tweede unit naast. Om zo meer vermogen zeg maar, leveren en helemaal van het gas af te kunnen. Ja, dus daar gaan jullie ook naartoe. Hoef je niet bij de concurrent nog een extra ding te gaan bestellen? Of, nee, de bedoeling is dat dat allemaal gewoon bij quad kan. Want de unit zelf, daar verandert daar dan nog verandert niet zoveel meer aan. Want dit is de hardware zoals die is. Ja. Daar hoef je dan niet een nieuw apparaat neer te zetten over 5 jaar. Nee, ja, misschien dus nog eentje ernaast wat ik net zei. Ja. Maar de warmtepomp staat eigenlijk al zo lang. En ze worden dus natuurlijk al steeds ietsjes beter, maar Hoe oud is deze technologie? Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, het is eigenlijk dezelfde technologie die we in koelen gebruiken. En koelen bestaat al heel lang, 100 jaar, ja, denk ik. Ja. Ik weet exact. Maar gewoon echt al. Echt heel lang. Ja. En natuurlijk wordt het wel iets beter. Maar je ziet nu eigenlijk dat qua hardware, zeg maar, qua alle onderdelen. Dat is nu wel eens een beetje uitontwikkeld. De verbetering zit er nu met name op de software. Oké. Okay. Ja. Daar werken jullie hard aan. Nou, fijn. Dank jullie wel. Volgens mij hebben we een goede basis gelegd voor het volgende gedeelte. En dat zijn de vragen vanuit onze kijkers. Nogmaals, fijn dat jullie er allemaal nog zijn. Ik ga ook even kijken naar welke vragen er gesteld zijn. Ik krijg van onze moderators de vragen door. Laten we beginnen bij Amy. Fijn dat je een vraag hebt gesteld. De vraag is, menig hybride warmtepompsysteem kan al zonder bijspringen van de cv-ketel draaien. Kan de quad dit ook? Nou, ik denk dat ik hem aan jou ga vragen. Ja, dat is goed, dat mag. Nee, ja, de warmtepomp, wat ik al zei, onze regelaar, die probeert altijd het beste, zeg maar de slimste manier om thuis te verwarmen. Ja. En als die regelaar ziet dat dat kan met de warmtepomp, dan zullen we de cv-ketel niet gebruiken. Dus als we hem installeren in een woning die al die eigenlijk al helemaal warmtepomp ready is. Maar dan haal je hem niet weg? Nee, maar zitten nog met de tapwater. Oh, dat is natuurlijk een dingetje, ja. Ja, dus, kwestie van tijd. Er is dus geen vaste afschakelmoment dat hij altijd onder 4 graden uitgaat. Ja. Dat hebben we niet. Hij kan gewoon tot min 10 draaien. En dan zou echt alleen maar de cv-ketel in gaan schakelen als dat op dat moment nodig is. Nou, je weet niet hoe gek het gaat lopen met die klimaatverandering, dus laat hem nog maar even staan. Ja. Vraag van Jan. Amy, als je vraag niet beantwoord is, reageer nog een keer. Hè? Dan komen we er gewoon op terug. Jan vraagt, welke service/onderhoudsmogelijkheden bieden jullie aan na het verstrijken van de garantietermijn? Kunnen jullie na 15 jaar onderdelen leveren? Of kunnen andere partijen de warmtepomp onderhouden? Ik weet eigenlijk niet wie ik moet stellen, maar manager installaties, ik denk toch dat ik me tot jou ga wenden. Ik denk dat het een hele goede vraag is. Over de garantietermijn, ik denk dat het sowieso zullen we altijd een service kunnen aanbieden. Dat heeft niet te maken met de garantie. Wat we nu 100% doen, is volle bak service aanbieden aan alle klanten. Dus als er ook maar iets aan de hand is, of er klopt iets niet, of het werkt niet goed, of er is een vraag, hebben wij gewoon ons eigen customer care team beschikbaar. Dus dit kunnen we in principe helemaal zelf organiseren. Daarnaast werken we natuurlijk samen met die externe partij, die datzelfde voor ons kan doen met de juiste onderdelen. Wellicht in de toekomst zullen dat er nog meer zijn. Momenteel hebben we daar geen behoefte aan, want we zijn gewoon voorzien, operationeel wat dat betreft. We kunnen bij iedereen op tijd terecht. Jullie kunnen het ook gewoon al zelf nu aan, de vraag en de levering. Ja, daarnaast heb je in de quad, alles zit in principe in de unit. Maar veel onderdelen kan je een beetje vergelijken met de standaard onderdelen van een fiets, de Shimano, of wat dan ook. Er is best wel veel al vrij vergelijkbaar met andere producten. Dus mocht het nou echt heel erg ingewikkeld worden na die 15 jaar, dan is het alsnog goed. Jullie gaan niet allemaal van die Apple Lightning cables en dan weer naar een USB-C en dan weer naar een ander kabeltje, puur omdat het dan interessant wordt. Ik denk dat wij een wat vriendelijker bedrijf zijn. Ja. Oké, nou is goed om te weten. Dank. Ik heb een vraag van Rob binnengekregen. Kan de quad trillingvrij op de eerste verdieping aan de gevel worden gehangen met beugels? Luc? Ja, dat kan. Ja, nee, je kunt hem zeker tijdens installatiegesprek. We hebben eigenlijk twee opties. Of we zetten hem op een dak of in een tuin. Ja. Op de grond. Of hangen we hem aan beugels. Zelf hebben we de voorkeur voor op het dak of in de tuin, zeg maar. Dat is bij jou, denk ik. Waarom is dat? En we zien eigenlijk dan dat er de minste kans op trillingen overdacht is. De trilling, dat gaat via de muren door je hele huis, toch? Ja, als de muren licht gemaakt zijn, zit er veel raam in, dan zou dat kunnen zijn. En dat probleem heb je gewoon helemaal niet als je hem op de vloer zet, op de grond zet of op een dak. Sowieso moet ik zeggen dat die trillingen
sowieso erg meevallen. Want wat hoor ik, als stel ik dit staat aan naast mij, ik zit waar jij zit, wat hoor ik daar dan van, even voor mijn beeld? Ja, want ik heb geen idee. Je hoort denk ik twee dingen. Ja. En ze lastig uit elkaar te halen. Maar je hoort luchtgeruis, zeg maar. Zoals je bijvoorbeeld een ventilator heb je slaapkamer op aanstaan, zeg maar. Ja. Die hoor je. En, en op de achtergrond hoor je ook, zou je een lichte brom kunnen horen, zeg maar. Ja. En dat is die compressor die de motortje dat erin zit. Ja, precies. Ja. Okay. Ja, dat zijn eigenlijk de twee dingen die geluid maken in het toestel. Oké, helder. Ik heb ook een vraag van Anne voor Zita. Kan de quad op 7 meter hoogte geïnstalleerd worden? Ja, de quad kan op allerlei hoogtes geïnstalleerd worden. Het hangt even af van hoe hoog het is. We kunnen met een hoogwerker komen of met een ladder, een lange ladder, een hoogwerker, een stijger. Alles wat nodig is. En wij organiseren dat zelf ook voor de klant. Dus daar hoeft de klant ook zelf niet iets voor te organiseren. Je neemt ook hoogwerkers en zo mee als het nodig is? Ja. Oh, grappig. Oké, ik hoop dat je vraag beantwoordt. nog eentje voor jou, Zita, van Cheert. Wat is de wachttijd voor installatie op het moment? Op het moment kunnen we komen installeren binnen 4 weken. 4 weken? Ja. Oké, Cheert, je hoort het. 4 weken is die binnen. 4 weken. Milan, dank voor je vraag. Vraag voor Luc. Hoe zijn de besparingsberekeningen die eerder werden getoond berekend? Of zijn het voorbeelden uit de praktijk? Het zijn berekeningen op basis van het kadaster, de theorie, zeg maar. Wat je zei, hè? Ja, maar op basis van de theorie. Dus wat denken we te kunnen gaan besparen? Op, zeg maar, we weten wat de efficiëntie van de warmtepomp is, hoe die afhangt van de buitenlucht. Dus dat zijn theoretische berekeningen. Maar we checken dat nu dus, omdat we afgelopen winter hebben we met een heleboel quad gedraaid. En checken we dus ook continu die besparingsberekeningen. Kloppen die nou? Hebben we dat goed ingeschat? Of moeten we dat nog een beetje tunen. En dat hebben we ook moeten doen, want we zagen dat met name de minder geschikte kleine woningen, daar hadden we een vrij lage besparing in geschat. Wat is een minder geschikte kleine woning? Waarom is dat minder geschikt? Een kleine woning heeft dan vaak wat minder gasverbruik. Ja. Dus er is ook minder besparingspotentieel. Ja. En minder geschikt wordt alleen radiatoren. Daar dachten we, nou ja, daar zal het wellicht wat tegenvallen. Maar we zien eigenlijk met bestaande klanten dat dat eigenlijk supergoed ging. Dus hebben we die besparingsberekening wat kunnen aanpassen, met name in die groep. Ja, en eigenlijk tweaken jullie ook op basis van de klantcase die jullie hebben, ook deze berekeningen weer? Pas je die aan? Ja, dus we hebben dus die, met name die kleinere, minder geschikte woningen, zeg maar, die hebben we dus besparingsberekening aangepast naar boven. En is dat een ongoing proces? Of? Ik denk dat we het volgend jaar weer doen. Ja, precies. En als we weer in de winter vandaan hebben, dan kunnen we weer nog veel meer kwad draaien. Je hebt meer data over wat wel niet goed werkt. Ja, helder. Bedankt. Ik heb ook nog een vraag voor jullie van Peter. Peter, dank voor het stellen van je vraag. Kan de quad ook koelen of komt er een koelmodule? De quad. Dat is eigenlijk ook mijn vraag toen je dat verhaal aan het vertellen was. Ja. Kan het ook omgedraaid, zeg maar, als het warm is in de zomer? Ja, kijk, het is zo dat koelen is. Ik snap dat je dat graag wil, want ook door klimaatverandering. Ja, en zeker in het buitenland. Nou, we zien eigenlijk dat met de quad hybrid in de bestaande woning. We zien dat eigenlijk niet als een goede oplossing om met de quad hybrid te gaan koelen. En niet omdat de quad hybrid dat niet zou kunnen, want hij kan koelen in theorie. Maar we zien eigenlijk dat onze klanten daar helemaal niet bij geholpen zijn. Want koelen in een bestaande woning kan eigenlijk alleen met, als je overal alleen maar vloerverwarming hebt, dan kun je een klein beetje gaan koelen in een bestaande woning. Maar we zien eigenlijk dat maar 1-2% van onze klanten zo'n woning heeft. En dan zouden we eigenlijk iets aan de klanten aanbieden waar ze in de praktijk helemaal niets aan hebben. Dat is toekomstdenken, maar gaan jullie iets ontwikkelen, een soort model waarbij dat er wel komt? Ja, wat ik al zei. Is dat een ambitie die jullie hebben? We zien die vraag naar koeling wel natuurlijk. Ja. En we denken alleen niet dat quad hybrid de oplossing is daarvoor. Ja. Maar we hebben zeker goede ideeën hoe we dat wel zouden kunnen gaan doen. En daar kan ik niet te veel over klappen, maar we hebben daar wel hele gave ideeën voor. Heb je 1 giveaway voor de mensen die nu zitten te kijken? Tipje van de sluier. Tipje van de sluier. Het wordt klein. Oh. Ja. Oké. Okay. Peters, het is een spannend antwoord. Dus hou nog even je spanning vast. En, ik heb een follow-up van Paul. Ik denk een follow-up. Voor Luc, voor jou weer. Werkt de quad ook goed met een recente Tado-thermostaat? Wat is een Tado-thermostaat? Even voor mijn beeld ook. Tado, ik moet zeggen, vind ik echt een best wel gaaf bedrijf.
vind het een beetje op Quad lijken. Of misschien zouden wij ook... Het is een Duits bedrijf, die maken een thermostaat. Je kent thermostaten, worden gemaakt door Honeywell bijvoorbeeld. Dat ken je misschien wel. Ja. Maar Taro is een Duits bedrijf, die doet dat nu een paar jaar. We hebben een heel gave thermostaat met een app. Kun je ook laten uitbreiden met allerlei toetsen en bellen. En ik moet zeggen, begin deze winter ging dat niet helemaal. We zijn in contact gekomen met de mensen van Taro. Want die benaderen ons van, hey, Quad, we zien overal Quad. Ja. En hebben we samen eigenlijk een oplossing gemaakt. Mm-hmm. En daardoor werken we nu ook met Taro samen. Okay. Dit had ik niet verwacht. Ja, ja. Ja, en zelfs, we gaan zelfs ook, als mensen geen geschikte thermostaat hebben, ja, op dit moment, dan bieden we ze nu een thermostaat aan. Dan bieden we nu een Honeywell aan. Maar we gaan binnenkort dan ook Taro thermostaat aanbieden. Oké, okay, gaaf. Nou Paul, je hebt je antwoord. Even voor iedereen die nu zit te kijken, stel je vraag in de comments op YouTube Live. Dan komen wij er gewoon aan te pas met elkaar hier. We kunnen alles voor jullie beantwoorden. En als de tijd verstreken is, dan komt dat per mailing als een FAQ nog naar jullie toe. Ik heb nog een vraag van Ben voor Zita. Is bevestiging op een schuin dak mogelijk? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik heb heel erg veel bevestigingen bij schuine daken gezien aan een muur. Maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Ben, hoe schuin is je dak? Geef even aan ongeveer. Nee. Nee, Luc, weet jij dit? Nee, we bevestigen in principe nu op dit moment alleen op een, dus aan een beugel, aan een muur. Ja. Yeah. Of op een dak, dus het kan op een dakkapel zijn, ja, kan precies op een bijkeuken zijn, zoals bij Iris, of in de tuin, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Schuine daken hebben we volgens mij nog niet eerder gedaan. Vaak is er toch een andere plek te vinden waar die dan toch kan. Ik weet niet of onze kijkers het zien, maar volgens mij niet, maar er zitten van die... Is dit het standaard frame wat eronder staat, zo'n schuimrubberen poot... Ja, bevestigd, ja, op een stalen constructie? Ja, als hij op een dak komt, dan staan deze schuimrubberen boten eronder. Oh, ja. Rubber is een beetje. Ja, ja. Ja, dan klopt. Kan het niet te schuin zijn, want dan is hij topzwaar. Nee, valt hij eraf. En er bestaan volgens mij wel speciale stellage op schuine dingen. Maar op dit moment hebben we daar nog geen ervaring mee. En dat bieden we volgens mij, correct me if I'm wrong, maar bieden we op dit moment nog niet aan. Ben, ik denk dat we samen met de technische installateurs een andere oplossing bij je huis moeten gaan zoeken. Overigens zit Iris Meijlink ook nog steeds bij ons op de bank. De klant van Quad. Stel ook haar gewoon vragen, hè, over haar ervaring, et cetera. Is allemaal welkom. Voel mij even af. Heb jij toen de schouw gedaan? Of heb jij het zelf allemaal digitaal? Digitaal. Naar aanleiding van het ingevulde formulier heb ik nog contact gehad via... Niet te technisch. Even uitleggen, call. Wat vraag je nou aan haar? Want ik begrijp het niet. Oké, okay, nou, Zita gaf aan volgens mij dat we... in het begin deden we alles digitaal. Dus het adviesgesprek ging via een videocall. Ja, ja. En de klant werd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Foto's te maken van waar hangt je ketel nu? Waar zou je Quad willen hebben? Etcetera, etcetera. Dan kan het dus helemaal op afstand. En sinds kort doen we dus ook dat huisbezoek. Oh zo, ja. En ik vroeg me even af... Nee, ik heb geen huisbezoek gehad. Het was inderdaad een aanleiding van de breedte van het dakterras. Of het wel of niet zou passen. Dus toen ik... Een van de adviseurs van de lijn had toen. Ja, ja. Was even met de telefoon naar buiten, meetlat ernaast, zodat zij het kon zien. En toen, FaceTime-gesprek. Een FaceTime-gesprek was het, ja. Oké, okay, helder. Ja, ja, goeie. We gaan door. Marco, vraag van Marco voor jou, Luc. Hoeveel geluid maakt de pomp? We hebben het er net al een beetje over gehad eigenlijk. Hè? Ik weet niet of volgens mij heeft Marco dat antwoord al een beetje gemist. Maar ik had al gevraagd, Marco, aan Luc, van stel ik zit daar en die pomp staat aan. Hoeveel geluid, maar kan je het nog even één keer misschien wel makkelijk de harde cijfers weten. Oké. Okay. Dat zou te kunnen. Die staat ook op onze website. Daar kun je het nog wat nalezen. In decibel. In decibel. Dus we hebben een normale modus. En dan doet het die 55 dB. Ja. Ja, ik vind het echt... Het geluid is zo lastig om dat aan te geven waar het dan mee vergelijkbaar is. Maar ik denk als we naar zo'n concurrent kijken, dat we het gewoon hartstikke goed doen. Maar we hebben ook een silent mode. Daar wordt hij s'nachts kan hij daarin draaien. En dan hoor je hem eigenlijk helemaal niet meer. Dan doet hij 52. Maar dan doet hij ook minder. Dan doet hij ook minder. Maar het huis vraagt ook minder. Dus dat ja, dus dan heeft hij iets minder vermogen. Gaat hij automatisch daarin? In die silent mode? Ja, oh, ja. Dus je kunt het aan bij ons in de app. De klant heeft een app. Ja. We hebben het niet over gehad. Maar daar kan hij dat aangeven. Wil ik hem altijd in silent mode hebben? Wil ik hem s'nachts in silent mode hebben? Of wil ik eigenlijk dat hij 24 uur per dag gewoon de maximaal capaciteit heeft? Ja. En afhankelijk waar die staat. Ik moet zeggen, we hebben silent mode erin gemaakt. Maar ik denk niet dat heel veel klanten hem nodig hebben. Want hij is in maximale stand is hij eigenlijk ook gewoon hartstikke stil. Fijn dat die backup er is. Je noemde de app al, vind ik ook interessant. Ze hebben dus daar een heel interface. Wat kunnen ze daar zien? Ze kunnen daar, to be honest, op dit moment nog niet zo gek veel zien. Dat is wel eerlijk van je. We kunnen wat dingen instellen. Dus de silent mode onder andere. Ze kunnen zien,
op dit moment wat hij aan het doen is. Nou, heel veel quads zullen nu standby staan. Ja. Maar ze kunnen dus zien, hey, staat mijn quad aan, staat mijn cv-ketel aan, hoeveel stroom gebruik ik nu, hoeveel gas verspaar ik op dit moment. En heel binnenkort, en ik ga geen datum noemen, want ja, heel binnenkort, maar sowieso voor de winter, ja. Wordt die app weer geüpdate. En kun je dus ook terug gaan kijken wat je bespaard hebt afgelopen week, afgelopen maand, afgelopen jaar. Een soort naar je beleggingsrekening en het openen op je telefoon. Zoiets. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, dan kun je dus zien van oké, nou, hoeveel gas heb ik nou bespaard? Hoeveel stroom heb ik daarvoor nodig gehad? Ja, ja, netto, waar resulteert het dan in? Ja. Oké, okay, cool. Iris, ik heb een vraag voor jou binnengekregen van Astrid. Astrid, dankjewel. Sinds wanneer heeft Iris de quad? Kan zij al aangeven wat zij bespaard hebben? Is dat ja, al... dankjewel Astrid. Nee, dat kan ik niet. Nee. De quad hebben wij is vorige maand bij ons geïnstalleerd. Oh ja, ja. Dus, dat is dus ik kan er helemaal niks over zeggen. Ik kan bevestigen dat ik de app heb en bevestigen wat er gezegd wordt over wat erin staat. Ja. En het geluid, want ik wilde inderdaad bij jou nog aanhaken op dat geluid. Ze hebben, de installateurs hebben gezegd van, nou, kom ernaast staan. En die zetten hem aan. Ik denk, ah, dat valt me eigenlijk wel mee. Ja. Dit is het hardste. En dacht ik, nou, als dit het is, dan kan je er wel twee. Dus het geeft echt, ik vind hem vrijwel geruisloos, moet ik heel eerlijk bekennen. En dan, ze kunnen hem dan op afstand kunnen ze hem even aanzetten. Misschien kan jij daar wat over zeggen, Luc, over die besparing. Ze heeft hem een maand. Kan je met andere soortgelijke klanten gaan vergelijken en dan zeggen van, ja, die hebben dit bespaard? Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed hoe Iris woont. Ik heb net 3 voorbeelden gegeven. Ja. Maar goed, als hij nu een maand draait, dan heeft ze er niks bespaard. Want ik neem aan dat je te verwarmen niet. Nee, staat uit. Nee, dus ik kan daar... Nee, besparing is in de winter. Dus we moeten nog even afwachten wat dat bij jou gaat doen. Na komende winter. Oké, okay. Nou ja, nog even afwachten dus. Ik heb een vraag van App voor jou, Luc. Nog even om terug te komen op het koeling stukje. Hij vraagt, is het verstandiger om even te wachten op een systeem dat ook kan koelen? Dat denk ik niet, omdat het dus niet zozeer de warmtepomp is die wel of niet kan koelen. Ja. Maar het is vooral jouw verwarmingssysteem, wat daar niet geschikt voor is. En tenzij je de grote verbouwing aan wil gaan om overal alles weg te halen en overal vloerverwarming neer te leggen. En dan nog maar een klein beetje te kunnen koelen. Ja. Denk ik niet dat het verstandig is om daarop te wachten. Plus, als wij dus met die koelingoplossing, waar ik niet veel aan jou over wilde verklappen, als die komt, dan werkt hij dus samen met de bestaande, met onze bestaande quad. Dus dan moet hij er sowieso al staan. Dus het heeft geen zin om daarop te wachten. Want dat geldt voor alle improvements, dat all-electric verhaal wat je net ook zei. Ja. Dan staat de unit er al en dan zal de nieuwe toepassing zou daarop gebaseerd zijn, had ik begrepen. Ja. Oké, dank voor de vragen allemaal. Echt onwijs fijn dat jullie allemaal zo interactief bezig zijn. Vragen kunnen gewoon nog steeds gesteld worden via YouTube Live in de comments. Een vraag van Roland. Dankjewel Roland voor Zita. Hoeveel monteurs werken er bij Quad en hoeveel mensen in totaal? In totaal zitten we nu geloof ik niet op 120, maar 130 mensen. Monteurs zitten we nu op 33, maar vanaf september komt daar nog een hele groep bij. Dus dan zitten we ineens op 42 monteurs. En volgens mij hebben jullie een enorme doelstelling, hè? Ja. 1 miljoen, wat heb je daarvoor nodig aan monteurs dan? Om dat te realiseren? Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt natuurlijk aan heel veel dingen af. Niet alleen aan hoeveel man er is, maar ook hoe snel ze kunnen werken. Dat ligt natuurlijk om te beginnen aan hun eigen kennis. Nou, gelukkig hebben we heel veel kennis in huis gehaald. Dat is wel te zien. Maar ja, het gaat ook om de efficiëntie in de operatie. Hoe kunnen we sneller werken? Ja. Maar momenteel hebben we eigenlijk vooral behoefte aan installateurs met veel ervaring die gewoon echt het vak kennen. Want zij hebben gewoon heel veel kennis die ik bijvoorbeeld niet heb. En wij zorgen ervoor dat aan de hand van de feedback die zij geven, wat zij missen in de operatie, dat we ze dat verschaffen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dus zonder die mannen zouden we het echt niet... Zijn dat vaklui die nu al 10 jaar cv-ketels ook installeren? Of hoe moet ik daarbij voorstellen? Ja, het zijn veel hoofdmonteurs die al hoofdmonteur waren in de installatiebranche. Met cv-ketels, warmtepompen enzovoort. Het kan alles zijn. En er zijn ook heel erg veel hulpmonteurs in opleiding die een beetje ervaring hebben. Of al best wel veel, maar dan net op een ander soort installatie. Ja. En die gaan bij ons in opleiding. En die worden eigenlijk helemaal opgeleid door onze hoofdmonteurs. Ja. En dat zijn gewoon, die weten gewoon echt alles. Ja, dat is heel cool. Okay, dus die doen ook bijvoorbeeld die fysieke schouwen. Die weten precies waar ze naar moeten kijken en wat er nodig is. Nou, daar ben ik wel heel trots op. Gaaf, dankjewel. Ik hoop dat het antwoord is op je vraag, Roland, volgens mij.
Michel heeft een vraag voor Luc. Heeft de Quad een open termaansturing voor diverse cv-ketels? Ja, dat... Luc, Michel, je weet meer dan ik sowieso al, dus dit is nu al genoeg. Ja. Ja, sowieso. De basis voor mij. Open term, ja. Leuk dat we lekker over techniek kunnen babbelen. Ja. Open term is een protocol wat vaak thermostaten gebruiken om te praten met een cv-ketel. Ja. En ze kunnen dus de cv-ketel modellerend aansturen. Dat is dat kastje wat je eerder noemde dan, toch? Niet dat jullie softwarematig... Precies, dus dat is wat er eerst hing bij de mensen. En als wij onze regeling gaan ophangen, proberen we altijd op de meest zuinige manier de ketel aan te sturen. En als de ketel open term heeft, dan gebruiken we die aansluiting ook om hem zo goed mogelijk aan te sturen. Ja. Heeft die ketel dat niet, dat is geen probleem. Dan sluit hem gewoon via een aan-uitcontact aan. Okay. Dat gaat ook goed. Okay. Michel, volgens mij is dat antwoord op je vraag en zo niet type volgende vraag in de comments graag. Dankjewel. Tjeerd, van jou de vraag voor Luc. Er wordt aangegeven een quad van 4 kilowatt en een 4 tot 6 kilowattuur. Hoe zit dit? Ja. Wat bedoelt Tjeerd? Nou, we hebben het altijd een quad 4 genoemd. En dat is ook zo. Maar hoeveel vermogen, dus hoeveel verwarmingsvermogen een warmtepomp kan leveren, hangt heel erg af van de buitentemperatuur. En ook van de batentemperatuur. Dus je zou kunnen zeggen, het vermogen van de quad is ergens tussen 2 en 8, want dat hangt heel erg af. Mm-hmm. En er zijn wel gestandaardiseerde normen waar je dat kunt uitrekenen. En, maar elke fabrikant die neemt daar zo zijn eigen interpretatie van. En onze quad kan altijd 4 leveren. Maar om hem goed te kunnen vergelijken met onze concurrenten, levert hij eigenlijk 6 kilowatt. Maar ja. is dat omdat jullie concurrenten liegen over de performance? Nee, die warmtepomp kunnen ook 6 leveren. Ja. Maar dan leveren dan bijvoorbeeld 6 als het buiten niet heel koud is. Oh ja. Dus je neemt hem breed, de schaal. Om daar toch netjes een eerlijk vlijt te kunnen maken, we noemen het steeds de quad 4. Maar hij levert 4 tot 6 kilowatt afhankelijk van de buitentemperatuur. Ja. Zo moet ik daar zien. Helder. Ik hoop, Tjeerd, een antwoord op je vraag. Dankjewel. André heeft een vraag nog voor jou, Luc. Wat is het grootste verschil tussen quad en andere warmtepompen? Denk ik, hè? Software, zeker. Ook het remote updaten van die software. Dat vind ik zelf, moet ik zeggen, echt heel gaaf dat we dat zoveel doen. Heeft de klant dat door? Dat jullie aan het updaten? Dat gaat gewoon door, ongoing. Ja, heeft de klant voor de rest niks te doen, heeft hij ook niet door. Behalve dan dat zijn warmtepomp steeds beter wordt. En dat hij misschien nieuwe functionaliteit in die app ziet staan die hij eerst nog niet had. En zijn besparingsprofiel exponentieel ziet stijgen. Nou, dat is wel het doel. maar ik moet zeggen dat we het best wel al gaan best wel lekker. Dus ik ben bang dat er niet heel veel. Nee. Daar moet je geen wonderen verwachten. Ik vind het. Vergelijk met Tesla vind ik een beetje lastig, want dat is wel. Leggen de lat wel hoog. Ja. Maar ja, ik denk dat een Tesla. Zijn gave auto's, maar doen best wel dingen heel veel anders. En ik denk dat. Ik denk dat wij dat ook. Proberen te doen. Ja, ja zeker. Oké, helder. Ik denk een goed antwoord, dankjewel. Oh, en vergeet hoe die eruit ziet niet. Ja, we kunnen hem hier wel allemaal zien. Ja, kijk, dat, is ook goed heel, naar. Dat is ook heel anders dan andere warmtepompen. Nee, ik vind hem er chique uitzien. Ook, ik zou hem niet op een schuin dak zetten, dan valt hij er vanaf. Maar mooi ding, dat zou zonde zijn. Van Amy, dankjewel Amy. Een follow-up vraag over All Electric. Ook dus voor jou, denk ik, Luc. Moet er dan wel een buffervat geïnstalleerd zijn? Of zit er al een buffervat bij de installatie? Oké, dat is misschien verwarrend, want er wordt ook vaak gesproken over een buffervat. Een buffervat, dat is niet voor je douchewater, maar veel warmtepompen worden dus 2. Geïnstalleerd met een buffervat. Ja. En dat doen wij niet, want met name door de software proberen we altijd om geen buffervat te plaatsen, want een buffervat maakt de installatie minder efficiënt, maakt de installatie duurder, neemt meer ruimte in. Terwijl je dat met software heel slim kunt oplossen. Dus een buffervat hebben wij quad niet nodig. Maakt zeg maar de besparing ook minder efficiënt? Dus zeg maar het hele systeem, hoe het hele systeem werkt. Ja, als het minder efficiënt is, dat betekent ook automatisch dat de besparing lager uitvalt. Ja. En als we dus voor het douchewater een oplossing moeten gaan verzinnen, dan zullen we dus wel met een tank moeten gaan werken. Maar die hoeft er dus nu op dit moment nog niet te staan. Nee. Die gaan we dan plaatsen als we dus naar All Electric gaan upgraden. Ja, oké, helder.
Ja, blijkbaar zijn er meerdere vragen over dit onderwerp. En die zijn ook voor jullie beide, jongens. Dus ik heb geen naam, maar dank voor het inzenden van deze vraag. Mensen, hartstikke leuk dat jullie zo, deelnemen aan dit gesprek. Ik wil jullie ook even attenderen dat nog steeds Iris bij ons is aangeschoven. Die zit hier voor de klantervaring. Dus heb je vragen over hoe het is om als klant een quad te bestellen en te laten installeren? Stel ze gewoon hier via de chat. Dank jullie wel. Dan nu de grote vraag waar iedereen dus antwoord op wil hebben. Hoeveel onderhoud heeft Quad Hybrid nodig? Kunnen derde partijen, als Quad failliet zou gaan, ook onderhoud leveren nu of in de toekomst? Ja, ik denk dat... Grote vraag. Ja, hele grote vraag. En daar zijn we ook absoluut... denken we daar veel over na. Ik denk dat iedereen hier een beetje bang is voor een situatie zoals dat de afgelopen paar maanden in de media veel is geweest. En heel begrijpelijk natuurlijk, we zijn immers een start-up. Nou, los van het feit dat het heel erg goed loopt en dat we financieel ook veilig zitten, wat natuurlijk toch wel fijn is om te weten, denk ik. Kun je je voorstellen dat in zo'n quad warmtepomp, zoals ik dat net al zei, dat je veel onderdelen een beetje kan vergelijken met de Shimano onderdelen in een fiets. Ja. Dus er zijn gewoon veel onderdelen vrij, voor de hand liggend en niet totaal nieuw bedacht en geïnnoveerd. Qua onderhoud zijn er wel onderdelen, zoals bijvoorbeeld het frontpaneel, die wij zelf hebben ontworpen. En in het eerste jaar of het afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat inderdaad in dat frontpaneel, dat supermooie frontpaneel, toch wel een kinderziekte zat. Namelijk dat er een beetje verf bij sommige mensen afbladderde. Ja. Nou, wat we nu hebben gedaan is massaal al die frontpanelen gaan vervangen. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Wat is de technische functie van dat frontpaneel, als ik dat even aan jou mag vragen? Want ik zit zo, dat is alleen het plaatje wat ik hier zie, of alleen de strepen... Of voor mijn beeld? Nee. Het is onderdeel van de buizing. Ja. Het ziet er goed uit. En er zit natuurlijk een ventilator in. Ja. En we moeten natuurlijk zorgen dat we niet met de vingers bij de ventilator kunnen. Ja. Dus, okay. Sorry, terug naar jou. Ik onderbrak je. Maar... Ja, nee, maar niet. Ik denk dat het absoluut een goede vraag is. En wat je wel ziet bij het fietsbedrijf dat net failliet is gegaan. En wat ik ook wel verwachtte. Ik kom zelf uit de fietsenachtergrond bij Swapfiets. Ja. Is... dat het heel erg slim is geweest. Dat er zijn veel fietsen die nog Shimano onderdelen hebben van de eerste generatie. Nou, dat is denk ik heel erg handig. Maar wat je ook ziet is dat er dus heel erg veel partijen nu zelf zijn opgestaan. Zelf een business zijn begonnen om die fietsen speciaal te gaan repareren. Ja. En voor al die onderdelen zal er vast een vervanging of een alternatief te vinden kunnen zijn. Om alsnog op je peperdure fiets verder te kunnen fietsen. Dus ik geloof er absoluut in, mocht dit gebeuren, wat ik absoluut niet verwacht... dat onderhoud nog steeds gewoon mogelijk is. En dat die software, die wordt niet meegenomen als wij failliet zouden gaan. Maar we hebben wel gewoon momenteel al 40 man en straks nog veel meer die kennis hebben van die software. En ik zal ze enorm gunnen dat zij er dan zelf iets in oppakken. Ja. En die kennis die gaat niet verloren. Die mensen gaan niet weg. Heb jij nog hier eens aan toe te voegen, Luc, vanuit een technisch perspectief, ook over onderdelen? Dat zit ook echt specifiek in de vraag. Ik denk dat wij vrij standaard, ze liggen niet in je schuurtje, zeg maar voor de rest, voor de installatiewereld gebruiken we vrij standaard onderdelen, zeg maar. Dus mocht het echt zover komen, dan kan het gewoon met een vervangend onderdeel gerepareerd worden. Hmm. En qua software, kijk, we hebben dus onze warmtepomp is online, we hebben een app, maar mocht het allemaal wegvallen, de warmtepomp draait gewoon ook prima zonder internetverbinding. Ja. Laten we het niet te veel over hebben, maar ik bedoel, mocht het echt gebeuren, dan die kwad blijft ze dingetjes doen, zeg maar. Doen. Ja. Helder. Ja, zeker. Helder. Dank voor jullie antwoord. Jongens, we hebben nog ongeveer 7 minuten in dit webinar voor vragen vanuit jullie, dus stel nu het nog kan. Alle andere vragen, dan leg ik jullie best wel veel werk op, maar alle andere vragen zullen in een FAQ-mailing nog nagestuurd worden, dus geen zorgen, alles wordt beantwoord. Nee. Ghostly Friend heeft een vraag voor ik denk voor jou, Luc. Kan Quad werken in combinatie met zonneverwarming? Wat is zonneverwarming? Zonneverwarming is eigenlijk een wat zie je eigenlijk de laatste tijd wat meer terugkomen. Dat betekent eigenlijk normaal heb je een thermostaat in een woonkamer en daar bedien je mee eigenlijk het hele huis, dus die is eigenlijk de baas. En wat je nu ziet is dat mensen zonneverwarming installeren, waar ze eigenlijk per ruimte een klein thermostaatje hebben. En dus ook per ruimte de temperatuur kunnen regelen. Mag ik merknamen noemen? Zoals Nest bijvoorbeeld. Ik doe het gewoon. Nest doet dat niet per se, maar Evo Home is bijvoorbeeld een voorbeeld. Oh ja. Tado heeft één thermostaat, maar die heeft ook een oplossing met meerdere zones. Daar kunnen we mee samenwerken. Niet met allemaal, maar met de meeste gebruikers kunnen we samenwerken.
Al moet ik zeggen dat het niet per se altijd de voorkeur heeft. Want het mooiste is eigenlijk als er zoveel mogelijk verwarmingen openstaan. Want dan kan de kat het beste verwarmen. Oh, het meest mooi. Efficiënt. Ja. Maar zonder regelingen kan wel. Ja. Vind ik een interessant stuk van je antwoord. Dankjewel. Ja, ja. Cozy Friend, dank. Die vraagt ook nog specifiek wel met Evo Home. Ja, Evo Home is... Dat is een van die waar die we dus ondersteunen. Ja, oké, okay, goed, check. Dankjewel, Ghostly Friend. Dank voor het niet ghosten, flauw pun. Jos, wat is de COP-waarde van de quad? Luc, wat is dat, COP? COP.O.P. Ja, precies, afkorting voor Coefficient of Performance. Oké, we gaan de diepte in. En dat is eigenlijk wat ik net vertelde over dat we wat warmte leveren, maar dat we ook wat stroom gebruiken. En dit is eigenlijk de verhouding daartussen. Dus hoeveel... warmte krijg ik voor de hoeveelheid stroom. Ja. En dat is eigenlijk een factor. En dit varieert heel erg met de buitentemperatuur. Maar er zijn ook standaard regelingen voor, standaard metingen voor. En bijvoorbeeld bij 7 graden buiten, en als het water 35 is, dan stop ik met het een tabelletje. Precies. Eigenlijk, ja. Dan is die 4,9 okay. Uit het hoofd. En dat betekent dus dat als er 1 kilowattuur aan elektriciteit ingaat, dat er dus 5 kilowattuur aan warmte uitkomt. Ja, dus ze zeggen 1 betalen, 5 halen. Oké, okay. Ja. Nice. Jos, volgens mij is je vraag beantwoord. Dank voor de vraag ook. Een vraag van Koen voor Luc. Ja, ik ben je een beetje aan het bestoken, Luc, sorry. Komen er updates aan voor Quad waar ik beter even op kan wachten? Koen wil overtuigd worden om niet ja, te bestellen. Ja, nee, dat wachten niet per se, denk ik. Want dat zou dan een hardware-update moeten zijn. Want alle software dat we nieuw maken, dat gaat naar alle quads toe. Dus ook die van Iris en ook alle bestaande, zeg maar. Ja. We hebben geen oude die we niet meer ondersteunen of zo. Dus ik heb zeker geen hardware-matige dingen die niet op een bestaande quad toegepast kunnen worden. Ja, nee. Ja, weet je, zei het al, er verandert gewoon niet zo heel veel meer in de hardware. Nee. En alle software-updates kunnen over de air gedaan worden. Dan doen jullie ook constant. Ja. Ja. Helder. Koen, dank voor je vraag. Astrid heeft een vraag. Ik weet niet of het dezelfde Astrid is, maar dank voor je betrokkenheid. Gaat de cv-ketel ook langer mee wanneer er een quad is geplaatst? Ja, heb ik eerlijk gezegd geen ervaring mee. Je zou kunnen zeggen, hij draait minder, dus dan gaat hij vast langer mee. Dat zou kunnen. Ja. Maar om eerlijk te zijn heb ik daar niet per se... dat ik kan zeggen, dat ik garantie kan geven dat hij twee keer zo lang meegaat. Maar ja, hij draait wel minder. Ja. Dat wel. Oké, okay. Ja. Fair. Ook goed dat je aangeeft dat je niet precies weet wat het resultaat van zijn. Dankjewel, goed. Vraag van Martijn, jongens. We hebben nog ongeveer 2,5 minuten in dit webinar. De vragen lopen door, hartstikke fijn. Martijn, voor Luc. De vraag komt vaak terug. Ik snap dat jullie ingaan op installatie, maar nogmaals, onderhoud is een belangrijk aspect van een product en je service. Kunnen we het hier nog eens over hebben? Ja, dat is ook. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Het onderhoud van zo'n. Wat is er aan onderhoud nodig? Kijk, er is onderhoud zijn we natuurlijk een beetje gewend van een cv-ketel. En als je dan gaat kijken naar het onderhoud van een cv-ketel, zit dat met name in het schoonmaken van de brander. Omdat je natuurlijk gas verbrandt en dan komt roet bij vrij. En dan moet je eens in de zoveel tijd moet je die gasketel gaan schoonmaken. Ja. Nou, dat is bij quad niet. Dus echt zeg maar elk jaar langs gaan om onderhoud te doen, dat is niet nodig. Nou, ik denk dat een onderhoudscontract bij een cv, dat ze ook dingen checken. Mm-hmm. Nou, dat kunnen we ook, maar daar hoeven we niet voor langs. Dat kunnen we allemaal remote zien, kunnen alles online kunnen we zien. En we zullen, zeker als we de eerste quad zeg maar, uit de garantie lopen, dan zullen we ook met een onderhoudscontract komen. Oh, ja. Maar dat is niet een onderhoudscontract zoals je gewend bent, dat we elke jaar langs gaan komen. Dat echt een businessmodel is? Nee, want we willen geen... geld verdienen met overal langs rijden. We willen geld verdienen met... moet gewoon werken. Met zoveel mogelijk hybride marktpompen installeren. Ja. Dus daar moeten we op focussen. En juist slim... Is dan niet je ambitie om een servicebedrijf te worden, maar gewoon een goed product te leveren? Of hoe moet ik dat... Goed product te leveren. En als een service nodig is, dan moeten we die ook leveren. Ja, goede service. Wat we nu in de operatie wel doen, is dat we nu een toegewijd team hebben die service kan uit... voeren voor iedereen waar het nodig is. Ja. Dus daar waar het eerder was het nog best lastig om het allemaal in de planning te krijgen als er last minute een servicevraag kwam. Maar nu hebben we daar een heel team voor ingesteld die gewoon volle dagen beschikbaar zijn voor of die home visits, zodat we thuis komen
komen schouwen of service. Ja. En dat werkt ontzettend goed. Oké, dank. Dank beide. We gaan naar de laatste vraag. En die is niet voor Ferdy de hond, want die ligt te slapen. Die gaan we niet wakker maken. We hebben een vraag voor Luc. Gaan jullie uiteindelijk ook externe installatiebedrijven toegang geven tot de quad? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ons doel is, wat ik net al zei, zoveel mogelijk warmtepompen installeren. Niet alleen in Nederland, maar wellicht ook in andere landen. Ja. En ik denk dat is het doel. Ja. En nu zelf installeren is een middel om dat te doen. Maar er komt een moment dat Quad zo'n gigantisch groot installatiebedrijf wordt, dat misschien niet meer de meest efficiënte oplossing is. En dat we dus andere installatiebedrijven bij onze business gaan betrekken. Ja, want ik kan me voorstellen dat het in dit stadium ook nog interessant is om zelf vinger aan de pols te houden, om te kijken van wat kan er beter, hoe gaat het dat werkt met dat product in dat huis. Ja, en we krijgen continu feedback van onze installateurs, waardoor we net onze product iets beter kunnen maken, wat ook super gaaf is. Ja. Absoluut, maar ik denk ook dat we doen het al met één externe partij. En dat is een hele goede, eigenlijk een soort pilot. En dat werkt ontzettend goed. Die samenwerking is super. En het is voor hen ook heel erg voordelig. En prettig, zeggen ze in ieder geval zelf. Ik hoop dat ik het goed heb, Kees. maar ja, als dit goed werkt en de behoefte is groter en we hebben meer capaciteit nodig, dan zou het absoluut heel nuttig kunnen zijn om bijvoorbeeld in specifieke regio's met externe partijen te gaan werken die gewoon en de regio heel goed kennen en gewoon kennis hebben van het vak. Absoluut. Ja, want inderdaad, voor 2030 naar de 1 miljoen installaties was het idee, hè? Ja. Wat hier achter staat. Ja, zeker. De laatste vraag dan toch vanuit mij. Oké. En ja, ik weet niet. Wat voor impact heeft het als er straks overal hybride warmtepompen staan? Als we kijken naar het klimaat. En kan je daar een percentage aan hangen? Is dat heel lastig? Die vraag heb ik... overvraag je me een beetje. Wat denk ik wel belangrijk is dat... mensen denken over duurzaamheid, denken ze over elektrisch rijden, minder vliegen, havermelk drinken. Ja. En dat heeft zeker, is allemaal belangrijk. Ja. Maar het is wel een beetje, zeg maar, verwarming is niet zo sexy, zeg maar. Ja. Maar het is echt de grootste energieslurper van allemaal. Hmm. Dus daar, als je daar 75% op kunt besparen, dan maak je echt een megaklapper. Hmm. En dat is echt gigantisch vergeleken met een elektrische auto kopen of vliegen. Zeg maar. Ja. Weet je, dit is echt. We hebben het niet door, maar we verbruiken zoveel energie. En dus met de hybride kunnen we daar een gigantische impact aan maken. Ja, bij jou was het bij Iris de laatste check op je lijstje. Want je had al zonnepanelen, je had al een elektrische auto. Ja, dat is de eerste check op je lijstje moeten zijn. Ja, of additioneel pak ik hem ook voor. Want precies. Nee, ik denk dat die volgorde in dat opzicht niet zo uitmaakt. Ik denk dat het vooral goed is dat je er bewust van bent wat er allemaal te halen valt binnen je eigen woning. Ja, mooi. Mooi gezegd. Dank jullie wel. Ik wil jullie enorm bedanken. En ook jullie daar thuis of waar je ook zit. Enorm bedankt voor jullie vragen en jullie enthousiasme. Wij hebben er heel erg van genoten volgens mij. Dan spreek ik niet alleen voor mezelf. Hartstikke fijn. Wil je ook weten wat je kan besparen? Luc zei het al net. Ga dan naar quad.io en doe de besparingsberekening. Je kan daar ook een afspraak maken met een van Quad's adviseurs. En dan komt het vast goed. Heel veel dank. En misschien wel tot de volgende keer. Yes. Bedankt. Jullie bedankt. Dank jullie wel. Doeg. Dank je wel. Mooi, dat was heel leuk. Goeie vraag trouwens.